Maar ja, economisch hebben ze natuurlijk ingrijpend de boot gemist. Dat is de hoofdoorzaak dat de Sovjet-Unie in elkaar gestort is natuurlijk. En bovendien is er een andere communistische mogelijkheid opgekomen die economisch bepaald niet de boot gemist heeft. Maar die de economisch de boot zou kunnen missen wanneer ze, laten we zeggen, ik noem maar wat, Taiwan zouden aanvallen. Ja, in China bedoel je daarmee? Ja. Die hebben gezegd in 2050 wilden wij de leidende macht zijn in de wereld op alle fronten. Ja, dat kunnen ze makkelijk zeggen, maar ik geloof er niks van. Alleen al demografisch zitten ze met zulke gigantische problemen, dat ik dat allemaal niet zo zie gebeuren, eerlijk gezegd. Je bedoelt meer ouderdom, meer bejaarden. Hè? Ja, en daar komt een tweede punt bij: dat ik helemaal niet geloof in de effectiviteit van dat type van strakke dictatuur. we het daar vaker over gehad, zodra een land moet worden geregeerd via Xi Jinping-thought, nou dan weet je wel dat er van alles mis is in dat land. We zijn aardig gevecht, toch, met die, met die leidende rol in de wereld? Uh, nou, daar ben ik helemaal niet met je eens. <tie> het is, zoals ik al eerder heb uitgelegd, het is één van de grote spelers op de wereldmarkt. Maar één van de grote spelers, niet de grootste speler. Ook naar mijn idee, niet, de, niet qua perspectief ooit de meest dominante grote speler. Daar komt bij dat het natuurlijk wat betreft soft power niet zo verschrikkelijk veel voorstelt. Dat, daar, daar geldt natuurlijk dat het Westen als soft power producent veel interessanter is. Ik ben ook wel geneigd te zeggen, het is niet alleen Amerika, het is het Westen in brede zin. En in relatie daarmee stelt, stelt China, is China in ieder geval niet dominant. China is ook niet dominant in de wetenschap. He? Dus ik, nee, ik zie dat helemaal niet. Ja, wij, wij vinden het fijn om onszelf bang te maken. He? De bekende paniekzaaiers, die zijn natuurlijk altijd present. China, wereldmacht, kom op joh. Kijk, wat, wat, het probleem van China is in feite dat feite de partij handelt in partijbelang en niet in nationaal belang. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zo'n nieuwe zijderoute... En de... Nou, hartstikke handig. Wat, wat hebben we daar tegen? Hoeven wij het niet te betalen dat ze daar een nieuw spoorweg net aanleggen? En voor ons, uh, spoorwegnet uh, eindigt ook in Rotterdam, of als een van de takken eindigt in Rotterdam. nou hartstikke fijn, dank u wel. Ik heb er niks tegen. Hoe gaan ze dat, dat uh, Gaan ze dan zeggen van uh, ja, als jullie hier niet aan uh, J in pink thought, geloven, dan uh, wordt de zijderoute afgesloten. Ik zou zeggen: prima lux. Dan moet je die, die, die plastic sandalen ergens anders zien te verkopen. Het gaat natuurlijk om de economische afhankelijkheid ook met het land. Die je ja, op, we zijn uh, economisch tot op zekere hoogte wel afhankelijk van ze. Maar zij zijn nog veel afhankelijker van ons. Uh, China is een heel ander land dan Rusland. Dat moet toch ook eens een keer. Ik heb dat al honderd keer uitgelegd, maar goed. Het is een heel ander land dan Rusland. Rusland is, een, is een, in, in allerlei opzichten een licht autarkisch land. Weliswaar iets meer geëngageerd met de wereldmarkt dan het vroeger was, maar toch. China's opkomst en China's aanwezigheid in de wereld is puur afhankelijk van het feit dat China een participant is in een wereldomspannend handels- en productiesysteem. Eh? Dat Foxconn 60.000 mensen activeert om, om iPhone's in elkaar te piemelen. Eh? Dat is wel omdat die onderdelen komen, weet ik veel, uit de tientallen landen. Het ontwerp is van Amerikanen. Het, het moet wereldwijd verkocht worden, anders kan... Kortom, kijk nou eens naar, naar de, de verwevenheid. Kijk nou eens naar de rol die China speelt in dat, in dat wereldhandels- en productieproces. Daarmee is China precies even afhankelijk van ons als wij van China. Iedereen is afhankelijk van dat systeem. Maar je niet kwalijk dat ze hier geheimen stelen door te, door te spioneren? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, dat doet iedereen. Dus dat, dat is... Ja, je kunt zeggen, het is veel erger als Chinezen doen dan wanneer Amerikanen doen. Maar ik weet niet of ik dat dan wel zo verschrikkelijk veel erger vind. Industriële spionage is zo oud als de wereld. En ook feitelijk niet te voorkomen. Want ja, je kunt altijd... Dat is een bekend feit, dat automobielfabrikanten kopen zo'n ding van de concurrenten. En dat halen ze uit elkaar. Hoe heet het ook alweer? Dat is niet re-engineering, uh, backwards engineering. Nou, daar is een of andere term voor. Ja, wat moet je eraan doen? Je kunt ook zeggen wat fijn. Kijk, hebben we iets gemaakt waar ze jaloers op zijn. Neem zo'n oudertje. Dus als ik jou goed begrijp, ben je helemaal niet bang voor de Chinezen. Nee, de Chinezen. ik ben helemaal niet bang voor de Chinezen. Nee. Veel Nederlanders, wel ook wetenschappers en ondernemers ja. en politici. Ja, dat komt omdat ze het fijn vinden om bang te zijn. En bovendien vaak hebben ze er belang bij om bang te zijn. Want dan worden ze beter gefinancierd en dan wordt er beter naar ze geluisterd. En dus ja, ze vinden het interessant om bang te zijn. Net zo goed dat de Chinezen zelf het ook weer fijn vinden om bang te zijn voor ons. He, die systemen, die laten we zeggen, die tegenover elkaar staande angstsystemen, die, die zijn heel profijtelijk voor degenen die leven van angstsystemen. Ja, denk het Amerikaanse defensiebudget. Hè? Je weet dat al jarenlang, sinds sint Jutemus, tegen de tijd dat het Amerikaanse Pentagonbudget in behandeling wordt genomen in het congres, lees je ineens in de kranten gruwelijke wapens die ontwikkeld zijn in China, die van een ongekend superieur karakter zijn. En als we dat niet op een of andere manier iets tegen doen, dan zullen er ontzettende dingen dit werden. Dus ja, dan begrijp je wel. Dan kunnen er altijd wel weer een paar honderd miljard bij. En wie plaatst die, uh, die, die stukken dan? Of wie komt dat achter de schermen? Uh, nou ja, dat wordt, uh, de pers is daar natuurlijk ook gek op... van dit soort van stukken. Ja, maar die moeten gevoed worden door iemand. Ja, dan heb je natuurlijk al die, al die instituten... die strategische studies uh, oh, ja. uh, ondernemen. Uh, en geopolitieke analyses uitvoeren. Dus ja, dat is natuurlijk een enorm interessant systeem van wederzijdse bangmakerij. En dan wordt de pers gesluiten. Dus. Kijk naar de Koude Oorlog. Die is nou afgelopen, dus nu kunnen we een beetje analyseren wat een totaal overbodige onzin dat grotendeels geweest is. Dat conflict had vanaf 55 door verstandige mensen zonder al te grote problemen had dat geschikt kunnen worden. Dat, dat had het nogmaals grote geopolitieke conflicten hebben ook winnaars. Hebben, hebben, nou, het, het is vaak voordelig om, om te zeggen dat, oeh, wat een gevaar. Hè? Net zo goed als, als de AIVD en, en andere organisaties natuurlijk ook eh, in de tijd van het communisme, dat we in Nederland ook een hele erge communistische dreiging was, is er nooit geweest natuurlijk, dat begrijp je wel. Communisten die begrijpen er allemaal geen kloot van. Nee, dus ik ben daar helemaal niet van onder de indruk, eerlijk gezegd. Ik slaap er geen haar minder om. Ik heb pas vaker gezegd dat lekker de dak groter dan die Chinezen. Die Chinezen zelf zijn denk ik ook vrij realistisch. Ik begreep dat ze eigenlijk onder de directe oppervlakte van verontwaardiging al, al allerlei signalen uitzenden. Jongens, blijf vooral investeren en je kunt het rustig doen en het, wordt, het zal zo vaak niet lopen enzovoort. Waar heb je dat gelezen? Geen idee. Zoals je weet, ik vergeet altijd waar ik iets gelezen heb. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus jij zegt... maar ik verzin het niet zelf. Ik wil duidelijk dat dit niet een product is van vrije nieuwsgaring door mijzelf. <laughs> nee, maar dat is dus ik een... Zie het. Ik zie laten we zeggen, de, de, het, het wurgcontract... wat de Chinese communistische partij met de Chinese bevolking heeft gesloten... als op, op de structurele, op de lange termijn, als een enorm nadeel. Laten we niet vergeten dat die fantastische bloei van China als productiemogendheid... Dat we het dan te danken hebben aan het feit dat ze Deng Xiaoping en zijn club. in feite het westerse investeerders en, en investeerders uit Hongkong en Taiwan. alle ruimte hebben gegeven om te doen wat ze graag wilden doen. Zonder Chinees, zonder dat ze door al die, die, die Mao Zedong-achtigen en Xi jinping voortdurend op hun vingers werden gekeken. Vandaar dat het zo'n achterbak, zo rotstreek is dat ze natuurlijk Hongkong zo lullig aangepakt hebben. Ze hebben ontzettend veel te danken aan Hongkong. Voor, voor China zelf is het veel voordeliger de huidige positie van Taiwan dan een eventuele incorporatie in China. Want je begrijpt wat dat het dan met TSMC ook gauw afgelopen is. Hoezo dan? Nou ja, die, die, die zullen geen opdrachten meer uit het Westen krijgen. TSMC produceert in zijn pier eentje 60% van alle complexe chips in de wereld. Nou, je begrijpt wel dat als dat stem voordat dat geïncorporeerd zou worden, ik zwijg nog even van oorlogshandelingen die wellicht sowieso tot het verdwijnen van de fabriek zouden leiden. Maar gesteld dat dat niet gebeurt, dan is er natuurlijk geen enkele westerse opdrachtgever. Daar leeft die fabriek van, van westerse opdrachtgevers. Ja. Dus die ASML's die wij ook wel eens gesproken hebben, die ons berichten sturen dat ze in Taiwan zitten, die gaan er dan niet meer naartoe? Nee, natuurlijk niet. Dat zit, dat zit er dik in. Als Taiwan bezet zou zijn. En... Nou ja, daar ontwikkelt zich een onaangename militaire bezettingssituatie. Ja, natuurlijk, daar zal de ASML niet bijster in geïnteresseerd zijn, mag ik aannemen. Maar dit is een van de redenen dat China Taiwan natuurlijk wil hebben, doordat dat bedrijf daar ligt. Ja, maar het gekke is dat als ze het zouden hebben, is tegelijkertijd het voordeel opgeheven. Dat is natuurlijk vrij suf, toch? Dus ze kunnen het beter zo laten zoals het nu is? Ja, natuurlijk. Dat zullen ze ook wel doen, denk ik. Maar daarom, dat, is, dat denk ik. Ja. Dat denken alle andere mensen niet. Bovendien, nee. ik, ik zou zeggen, kijk eens naar nou hoe Taiwan in elkaar zit. Ik bedoel, nou ja. geografisch heb ik, ik alles een keer uitgelegd. Hoge bergen. Ja, dat is amfibisch. Is dat, is dat geen simpele klus? Bovendien, bij mijn weten, heeft China helemaal geen omvangrijke amfibische mogelijkheden. Kijk eens wat een moeite de geallieerden hebben moeten doen in de Tweede Wereldoorlog om die landing in Normandië uit te voeren. Kom om, bangmakerij. Kom op, jongens. Ja, het is natuurlijk voor die lui ook een voor... Ook de jihadisten zijn weer terug, toch? Dat heb ik niet gehoord. Jawel, jawel, jawel. Wie heeft dat gezegd? Nou, dat is het, dat, dat, dat het gevaar bepaald niet geweken is. Weet, want dat was ook in, 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 in combinatie met die honderdduizenden complotdenkers. Oh, je hebt gelijk, ja, dat waren ook die rapporten. Dus... Waardoor natuurlijk onmiddellijk allerlei mensen schreven dat die honderdduizenden complotdenkers niet een. Echte organisaties zijn, niet waar met hun voorzitters en een bestuur, maar dat dat natuurlijk een, ja, een hele groep waarhoofden is van alle, alle mogelijke allooi. Ja, die je die, niet ja, als het zo leest, honderdduizend complotdenkers, denk je al, oh, gauw, dat zal men een petje op hebben en niet waar een beginselverklaring hebben ondertekend. Nee, natuurlijk. En allemaal oh. jongeren die via TikTok... Ja, dat uh, is gewoon een rommeltje, joh. Die werden geworven ja. voor rechtsextremistische de, de kansen dat daar, dat daar gewelddadigheid uit voorkomt zijn minimaal, naar mijn idee. Zo werd het wel gepresenteerd. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat is dus ook je. bewust. Dat is ook strategie. Ja, daar zit denk ik wel een element van uh, opzettelijke bangmakerij in. Dan hebben die organisaties toch, dan doen ze toch niet de taak die ze moeten doen, namelijk Nederland veilig houden. Dit is een beetje, beetje telegraafstijl wat ze dan doen. Ja, dat denk ik denk het, maar ze zitten natuurlijk ook met budgettaire problemen. Dus ze moeten wel uitleggen, en ze moeten wel in een situatie zichzelf manoeuvreren waarin ze kunnen zeggen. Ja, op deze manier kunnen wij Nederland niet veilig houden. Dus we hebben meer geld Er zijn honderdduizend complotdenkers. Nou ja, dan rekenen ze even ja, uit. Ja, okay. We wonen allemaal samen in Amersfoort. Oké, okay, dus wat, jij zegt eigenlijk als zij zeggen, nou het gaat eigenlijk wel lekker met Nederland. Hè? Iedereen doet lekker zijn ding. Er is niet echt een dreiging. Dan zegt misschien het kabinet wel, nou mooi, daar kan er ook nog wel wat geld vanaf. Het zou best kunnen. Ik denk dat het uh, ruim gefinancierd wordt. Ik weet niet of dat echt dringend noodzakelijk ja. is. Ik zeg helemaal niet, let op, dat, dat in Nederland alles tip top in orde is. We hebben al die nee, nee, nee. Uh, de overheid worstelt met een hele reeks van dossiers die ze allemaal zelf veroorzaakt hebben zonder dat ze er veel aan kunnen doen kennelijk. Precies. Maar ik noem even het voorbeeld, omdat ze natuurlijk meer budget willen. Daar begon jij over. Ja, ja. maar God, ze zijn toen na 9-11 is dat budget enorm geëxpandeerd. Dat is toen we hadden ze al uh, een paar jaar volgens mij al flinke spijt van dat het zoveel meer was geworden. Toen is het iets teruggedraaid. Ik weet niet. Ik heb geen idee wat het budget nu is, maar dat het, dat het meer is dan dringend noodzakelijk is, daar ben ik vrij zeker van. Ja, hoor je toch ook bij bedrijven dat aan het einde van het jaar het budget op moet, want als ze het niet, niet opmaken, dan wordt het jaar daarop het, zeker, het budget kleiner. Ja, dat was bij de universiteit ook zo, Moet je centen wel opmaken. En wat gingen jullie er dan van doen, want soms wordt er dan nutteloze dingen uitgegeven? Ik dan heb het. geen idee. Kan ik weet niet, werkgroepjes geven waar iemand komt, ik heb geen flauw idee.